Yo gasten, Darf hier met vandaag een nieuwe gameplay commentary op het kanaal van FishNadeNL. In deze video wil ik verder gaan waar ik in mijn vorige video ben gestopt. Die video ging namelijk over waarom het zo belangrijk is om in leven te blijven tijdens een Call of Duty potje. Namelijk zodat je momentum kan opbouwen en namelijk zodat de vijand geen momentum kan opbouwen. Onderwerp van deze video zal dus zijn: hoe blijf je nu langer in leven in Call of Duty? Afgelopen 2 jaar heb ik 2 keer een video gemaakt over dit onderwerp op mijn eigen kanaal, namelijk tijdens Call of Duty Ghost. En dat vooral in het verband met het feit dat je op Call of Duty Ghost zo snel doodgaat. En ook 5 maanden geleden voor Advanced Warfare, net nadat de game was gereleased. En dat vooral in verband met het feit dat Advanced Warfare soms zo chaotisch kan zijn door alle extra movement. Tenminste, in mijn optiek is dat. Dus als je benieuwd bent naar hoe ik dat vroeger behandelde, dan kan je die video's opzoeken op mijn eigen kanaal. Ik zal ook een aantal tips uit die video's recyclen in deze video's, omdat ze gewoon nog relevant zijn. Dus herhaal ik ze liever gewoon dan dat ik ze zou vergeten. Dan nu, net hoorde je me dus al zeggen, het is moeilijker om langer in leven te blijven door hoge weapon damage en dus een lage tijd om mensen te killen en door de chaos in de game. Het eerste obstakel vindt dus vooral plaats in de gunfights, namelijk de hoge weapon damage en het feit dat je snel doodgaat. En daar kan ik eigenlijk maar 1 ding op zeggen: oefening baart kunst. Door gewoon Call of Duty te spelen en ook voor een langere tijd, dus als je bijvoorbeeld 2 jaar Call of Duty speelt, dan zul je waarschijnlijk beter zijn dan iemand die nog maar, 2 maanden Call of Duty speelt, om maar wat te zeggen. Dus blijf gewoon lekker oefenen, lekker spelen, probeer de game uit, raak gewend aan de game, want het is elk jaar toch weer een andere Call of Duty, dus daar moet je ook gewoon aan wennen. Ik ben bijvoorbeeld in Advanced Warfare een stuk minder goed dan dat ik in Ghost was of dat ik in MW3 was. Maar in ieder geval blijf dus oefenen, dan worden je aiming skills vanzelf beter en zul je vanzelf ook meer gunfights gaan winnen doordat je gewoon beter bent in de game. Gelukkig kun je ook meer dingen doen om langer in leven te blijven in Call of Duty of om überhaupt gewoon beter te worden in Call of Duty. En dat heeft vooral te maken met tactiek. Dat is ook waarom ik Call of Duty Ghost zo'n leuke COD game vond. Omdat daar, je kon daar zoveel doen met tactiek. En de betere spelers die gebruikten ook echt tactiek. En dat kon je ook gewoon zien. Als je tactiek gebruikte, haalde je gewoon betere gameplays dan mensen die dat niet deden. Dus dat. Tactiek, en dat heeft dus vooral te maken met de tips die ik ga geven vanaf nu. Speel met een wapen waarmee jij goed bent, waarmee jij je comfortabel voelt. Dat betekent dus dat je niet per se met een wapen hoeft te gaan spelen wat alle YouTubers gebruiken, of met een wapen gaat spelen die statistisch gezien het beste is, zoals bijvoorbeeld de Ball 27. Speel gewoon met een wapen wat jij chill vindt, waar jij mee goed bent. Het kan best zijn dat gewoon de Ball 27 is of de ESL man, wat dat. Weet je, dat maakt ook niet uit, maar speel gewoon met een wapen waarmee jij wil spelen, waar jij goed mee bent. Laat je niet iets opdringen door anderen. Doe wat je zelf wil in dat opzicht en waar je natuurlijk ook het beste mee bent. Zorg ook dat je klas aansluit bij wat jij in-game doet, dus bij hoe jij speelt. Dus een matchende klas hebben bij jouw speelstijl is heel belangrijk. Denk dus vooral aan de perks die je gebruikt en de attachments die je op je wapen gebruikt. Zeker op Advanced Warfare en op Black Ops 2, omdat daar attachments soms gewoon effecten hebben die vroeger, wat gewoon vroeger perks waren. Dus bijvoorbeeld Quick Draw Handle of Fast Max, dat soort dingen. Zorg dus dat die dingen aansluiten bij wat jij in-game doet en waar je in-game goed mee bent, waar je de beste resultaten mee haalt. Wat ik ook heel erg wil meegeven is: onthoud echt, je wil een langere tijd in leven blijven. Dus zorg ook dat je dingen gebruikt die je langere tijd kan gebruiken. Op Advanced Warfare, als je een grenade gebruikt, dan heb je 1 grenade. Hoeveel kills haal je daar nu mee? 1, 2, misschien zelfs 0. Misschien gewoon helemaal niks, weet je wel. Dus wat heb je er nu aan om een punt te besteden aan een granaat, terwijl je hem ook aan een perk kan besteden? En een perk heb je hele leven lang. Ik heb veel liever blast suppressor dan dat ik bijvoorbeeld een Semtex zou hebben. Dus onthoud dat ook. Je wil langer in leven blijven, dus gebruik ook de dingen die je tot je beschikking hebt. Een goede optie voor een speelstijl is stealthy spelen, zeker op Advanced Warfare, omdat er zoveel chaos is en zo. Dingen die je dus kan gebruiken zijn silenced weapons, stealth perks zoals Dead Silence of Blast Suppressor, ligt natuurlijk wel aan welke Call of Duty het is. Op Ghost zou ik bijvoorbeeld heel erg de nadruk geven op Dead Silence, omdat daar soundhorror gewoon een heel groot onderdeel van de game is. Op Advanced Warfare volgens mij totaal niet, dus daar is iets als Exomute dus helemaal niet nodig, vind ik. Maar ja, dan moet je dus zeker naar kijken van wat is belangrijk in deze game en waar ligt de nadruk op in de Call of Duty die je speelt. Nog een tip is: vermijd chaotische scenario's. Zorg dus dat je controle houdt over de situaties waarin je staat.
Persoonlijk doe ik dat vooral door me niet in het midden van de map te begeven. Een beetje aan de buitenkant te blijven. Het is een heel veilig gevoel. En het is ook gewoon heel veilig om een grens van de map of überhaupt gewoon een gebouw als dekking te hebben. Als je bijvoorbeeld aan de buitenkant van de map staat en je staat met je hoofd richting het midden van de map. Dan heb je alleen het midden van of voor je en links en rechts van je wat je moet dekken. Je rug hoef je niet over na te denken, omdat dat gewoon een grens van de map is. Daar kan niemand vandaan komen. Dus zorg dus dat je eigenlijk van zo min mogelijk kanten kan worden beschoten. Je kan bijvoorbeeld ook midden in de map staan en een gebouw aan je rechterkant hebben. Dat betekent dus dat alleen mensen vanaf achter je kunnen komen, van links van je en vanaf voor. Zorg dus inderdaad dat je dekking gebruikt, cover gebruikt, dat soort dingen. Heel belangrijk. Op die manier kun je ook natuurlijk controle houden. Dat betekent niet dat je lekker in je spawn kan gaan zitten achter in de map, want dan zie je helemaal geen actie, er is geen zak aan. En dat is ook één, gewoon voor YouTube, als YouTubers dit doen, is dat gewoon niet leuk om naar te kijken. En twee, als je zo speelt, dat is gewoon saai, omdat je dan gewoon amper actie ziet. Wat ik persoonlijk altijd doe, is controle houden in situaties en door positionering, door aan de grens van een traffic point te staan en daar dus cover op te zoeken en een goede plek, een goed stukje gebied. En dus inderdaad de mensen die door de traffic point, door het drukke punt heen lopen, om die er gewoon uit te pakken vanaf een afstand. Dat werkt voor mij persoonlijk heel goed. En dat betekent voor mij dus ook op langere afstanden spelen. Midrange en dat soort dingen. Dat is ook waar ik me comfortabel bij voel en daarom zeg ik ook altijd lang leven assault rifles. Nog een tip is, neem je tijd door als je je door de map verplaatst. Let dus vooral op, blijf altijd klaar voor de gunfight. Zeker omdat het Advanced Warfare kan elk moment een vijand komen, omdat de game best wel chaotisch is. Dus zorg dat je altijd gewoon klaar bent voor die gunfights. En ik persoonlijk neem ik ook altijd liever de veiligere route en neem ik iets meer tijd dan dat ik door het midden van de map heen ga lopen, risico loop om neer te worden geschoten. Je bent er dan eerder, maar ja, wat heb je eraan als je toch onderweg doodgaat? Dus ik zou zeggen, neem altijd gewoon de langere veilige route, zorg dat je achter de vijand komt. Weet je, daar dan lekker hem gaan met de stealth kills. Dan nog iets, overzicht houden. Onthoud, je minimap is je allerbeste vriend op Call of Duty, altijd. Of je nou een UAV hebt of niet, gewoon ook al aan de positionering van je teammates kun je al zien waar de vijanden eventueel zouden kunnen zitten. Let ook bijvoorbeeld op death markers, de plekken die je in je heads-up display ziet, waar je teammates zijn doodgegaan. Vaak kun je daar ook vanaf afleiden van, hey, daar is een teammate doodgegaan, er zal wel een vijand zijn. Onthoud dat goed en daardoor kun je ook heel erg werken aan je situational awareness. Nog een tip is, zorg dat je vijand niet jouw precieze locatie weet. Op die manier kunnen ze je namelijk niet pre-firen. Als jij bijvoorbeeld een helft van de map aan het verdedigen bent en je zit continu achter dezelfde ton, dan weten mensen na drie keer dat je ze hebt gekillt gewoon precies dat je daar zit. Dan komen ze al schietend het hoekje omlopen en is de kans heel groot dat je de gunfight gewoon verliest, omdat zij veel eerder zijn begonnen met schieten. Zorg dus dat je altijd vanaf plaats verwisselt naar 1 of 2 kills. En zorg dus dat de vijand ook gewoon niet kan pinpointen waar jij bent. Betekent dus, ik promote niet dat je gaat campen. Juist niet, want dat werkt gewoon niet. Als jij gaat campen en elke keer op hetzelfde plekje gaat zitten. Dat werkt gewoon niet. Dus zorg inderdaad dat vijanden niet weten waar je zit. Dat is heel simpel. En dat is ook weer een stukje stealth hide. Objectives spelen vind ik heel lastig als je langer in leven blijft. Wat ik altijd doe is passief en defensief de objectives spelen. En je teammates op zich het capture werk laten doen. En hen verdedigen terwijl ze dat doen. Dus dat zijn eigenlijk de tips voor deze video. Bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie er wat aan hebben. En tot de volgende.